Goedendag, ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Nadat vanochtend we te maken hadden met flink wat regen, trokken de buien weg en ging vanmiddag in een groot deel van het land de zon flink schijnen. En ook vanavond hebben we nog te maken met diezelfde opklaringen. Daardoor is het op de meeste plaatsen droog en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Later in de avond kan er vanaf de Noordzee weer een enkel buitje richting de noordwestkust trekken, maar op de meeste plaatsen blijft het vanavond dus droog. In de nachtelijke uren zien we dat er meer buien het land binnentrekken, maar nog steeds blijft het in het binnenland grotendeels droog. En bij brede opklaringen daalt het kwik daar tot 2 graden. Dat betekent dat het aan de grond ook net onder nul kan komen en misschien dus lokaal glad. Maar door de stevige wind zullen de meeste wegen droog zijn, dus de kans op gladheid is erg klein. Kijken we naar het weer van morgen, dan ziet dat er heel behoorlijk uit. In de ochtend vallen er nog wel enkele buien, zijn er ook wat meer wolken. Maar net als vandaag trekken die in de loop van de ochtend weg. En 's middags wordt het dan grotendeels droog en dan schijnt de zon ook steeds vaker. En met temperaturen van 10 graden mogen we natuurlijk niet klagen in deze tijd van het jaar. De wind die waait nog wel wat stevig, aan zee met windkracht 5, af en toe windkracht 6. In het binnenland is die rustiger, windkracht 3 tot 4. 9 à 10 graden morgen, dat is al behoorlijk hoog. Maar kijken we naar het weer voor bijvoorbeeld zondag, dan zien we 11 graden staan en maandag zelfs 12 graden. Het worden 2 bijna lenteachtige dagen met een stevige zuidenwind. Er zijn flinke zonnige perioden, ook wolkenvelden. Maar op zondag zitten die wolkenvelden heel hoog en daar kan de zon dan redelijk doorheen schijnen. Zondag dus 10 tot 12 graden, maandag op meer plaatsen 12 graden en pas dinsdag later op de dag moeten we weer rekening houden met regen. En houden we die zachte temperaturen de komende tijd? Nou, dat zien we terug in de 10-daagse verwachting. Dit zijn de maximumtemperaturen. We zien de hoge temperaturen op zondag en maandag. Maar ook voor de rest van de periode blijft die eigenlijk in de buurt van de 10 graden liggen. Een serieuze daling zit er niet in. Zacht weer houden we dus. Blijft het dan ook droog? Nou, na zondag en maandag neemt de regenkans duidelijk wel weer toe. Dus vanaf dinsdag moeten we rekening houden met licht wisselvallig weer. De ene dag zal wat slechter uitpakken dan de andere dag. Dan nog even aandacht voor onze Facebookpagina. Daar heb ik een selectie neergezet met fraaie foto's van de afgelopen weken. En de mooiste foto die komt op de Facebookpagina bovenaan te staan. Dus als u ook wilt stemmen, ga dan naar facebook.com/weerplaza.nl. En dan kunt u ook kiezen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl en ik wens u een prettig weekend.